Beste kijker van Een Nieuwe Wereld, kijk je ook met plezier naar onze uitzendingen? Help ons dan om er in 2021 nog veel meer te maken. En druk hier op de donatieknop. Gewoon omdat je het leuk vindt om ons te helpen. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast Rolf van der Wouden, historicus en biograaf van het boek over Willem Hovi, een topondernemer uit de laat 19e eeuw. Rolf, ja. Jij hebt dus een biografie geschreven over een ondernemer die al ruim 100 jaar geleden stierf. Ja. En dat is een beroemde bierbrouwer geweest. Ja, zonder meer. Beroemd ook omdat hij eigenlijk een politieke rol heeft gespeeld. Na zijn ondernemerschap was hij namelijk lid van de Eerste Kamer. Hij was een grote steun voor Abraham Kuyper. Ja. En hij was ook wel een gezien iemand. Zonder meer. Uit een gedistingeerd familiegeslacht. Ja. De Hovies, verbonden met andere families, zoals de Van Vollenhovens. Ja. De Zwarts. Leuk dat je hier bent. Graag. Kun je wat meer vertellen over Hovi, wat hij nou... Hij was een ondernemer, waar bleek dat nou uit? Was hij al vroeg ondernemer? Nee, hij heeft zelfs een keer gezegd dat eigenlijk was hij niet van plan om ondernemer te worden. Maar heel kort gezegd zat het zo. De familie van Vollenhoven die had in 1892 de brouwerij in Amsterdam De Gekroonde Valk gekocht. En op een bepaald moment was zijn oom Willem Cornelis van Vollenhoven, die was daar de bedrijfsleider. Maar oom Willem, die was vrijgezel. En er moest toch nog een bedrijfsopvolger komen en liefst natuurlijk uit de familie om dat kapitaal bijeen te houden. En eigenlijk kwam daar maar één iemand voor in aanmerking en dat was neefje Willem. Ja, en hoe oud was hij toen? Toen was hij een jaar of 15, 16. Hmm. En we weten niet precies hoe het gegaan is, maar meestal ging dat in die tijd via een soort familieberaad. En dan, wat moeten wij doen? Ja. Hoe zullen wij dat doen? En waarschijnlijk heeft Willem daar geen inspraak in gehad. En toen is besloten dat hij naar de technische school in Utrecht werd gestuurd. En dat was zeg maar een managersopleiding avant la lettre. En daar kreeg je allerlei vakken als boekhouden en talen enzovoort. En dan was de bedoeling dat je daarnaast nog in de praktijk ervaring opdeed en dan kon je een bedrijf leiden. Ja. Nou, en die weg was voor hem ook uitgestippeld. Ja, dus eigenlijk, dat bedrijf was al onderdeel van de familie, hij heeft dat niet zo zelf opgezet. Nee, hoeveel mensen werkten daar toen hij daar begon? Dat zullen ongeveer tussen de 150 en 200 zijn geweest, weet ik niet precies. En dat was een bedrijf, dus een bierbrouwer in Amsterdam, vergelijkbaar met een bierbrouwer als Heineken of Amstel in die tijd? Nou, Heineken bestond in die tijd nog niet. Amstel ook niet. Kwam pas later op? Dat kwam er pas later op. Amsterdam is eigenlijk nooit zozeer een grote bierstad geweest. Andere steden hadden vaak veel meer brouwerijen. Maar Amsterdam had één voordeel. Men had de connecties naar de koloniën. En op een bepaald moment is men begonnen met een biersoort dat lang houdbaar was. En dat kon dus ook in de schepen naar Oost-Indië verscheept worden. En dat kwam dan nog redelijk vers aan. En daar hebben zij een belangrijk aandeel in gekregen. En die Amsterdamse brouwerijen, en dus ook De Gekroonde Valk, die dreven voor een groot deel op die export naar de koloniën. En zo rond 1850 waren er nog maar 3 brouwerijen in Amsterdam. En daarvan was De Gekroonde Valk één van. Willem Cornelis, zijn oom dus, die is al begonnen met een soort moderniseringsproject. En toen Willem erin kwam, hij werd eerst procuratiehouder. Nou, hij bewees zich als procuratiehouder en toen was de weg voor hem open om mede aandeelhouder te worden en vennoot van De Gekroonde Valk. Want hoe oud was Hovi toen? Toen was hij 18. Ja, jong. Heel jong, ja. Ja, maar toch kon hij al wat. Hij kon nog wat. Dus in die zin was hij wel geknipt voor de zaak. Maar we weten niet precies wat zijn andere ambities waren. Maar als je zijn levensweg gaat bekijken, dan is hij waarschijnlijk graag de zending ingegaan. Ja, want hij was echt overtuigd christen. Ja, hij heeft een bekeringsproces doorgemaakt. Hey, je moet zien, hij kwam dus uit de Hovi-familie. En dat waren protestanten. Die
waren in het beginsel nou niet erg prominent in die kerk. Maar hij had een oud voorvader, dat was een overgrootvoorvader, Hendrik Hovey. En die is heel erg geraakt door dat sociaal christendom. Dat was een steenrijk man, een van de rijkste mensen van Amsterdam. Maar hij kreeg het idee, ik moet de mensen helpen. Hij had waarschijnlijk ook een soort bekeringsproces doorgemaakt. Van, ja, ik moet ook van mijn rijkdom afstaan aan de niet gegroeide. Dat ging bij hem zo ver dat er zijn verhalen dat hij dan vrijdags, 's middags op de stoep bij zijn huis ging staan. Hij zich een blinddoek liet omdoen. En dan kwamen de armen langs en dan graaide hij in zijn zakken. En dan gaf hij zo aan de armen, want er staat in de Bijbel, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dus hij zei, ik moet daar niet over beslissen. Ik geef gewoon willekeurig alles weg. Soms ook als hij dan met een rijtuig onderweg was en er kwam een bedelaar langs, dan tastte hij in zijn zak, dan keek hij expres niet wat hij gaf. En dan gaf hij het aan die bedelaar. Maar goed, dat liep natuurlijk in de Franse tijd liep dat helemaal spaak. En hij werd dan ook in de familie, werd hij dan ook de zonderling genoemd. En dat was eigenlijk het begin van de neergang van het bedrijf. Want toen kwam zijn kleinzoon, want zijn zoon zelf was heel jong overleden. Toen kwam zijn kleinzoon in de zaak, dus de vader van Willem Hovey. En dat was absoluut geen zakenman. Die is met het kapitaal van de firma gaan gokken en gespeculeren in granen. Dat liep helemaal fout af. Dus die firma Hovey werd toen geliquideerd. En vader Hovey die verdween als griffier van de rechtbank naar Beverwijk. En er was natuurlijk een geweldige degradatie van uit dat regentenmilieu van Amsterdam naar dat kleine kantongerecht in Beverwijk. Nog even het grote plaatje. Ja. Want we hebben het nu niet over Hovey waar je een biografie over hebt geschreven, maar over zijn voorvaderen. Zijn voorvaderen. Ja. Die waren dus op christelijk geïnspireerde wijze bezig met Caritas, met goede dingen doen. Ja. Maar die waren ook niet al te verstandig. Nee. Toen is het bedrijf zelfs op de fles gegaan. Ja. Mooie beeldspraak voor een bierbrouwerij. Letterlijk. En deze Hovey die had de zaakjes beter op orde. Ja, maar dit was niet een brouwerij. Dit was een handelsfirma. Want de brouwerij was nog altijd in handen van de familie van Vollenhoven. Dus, want dat is nog een ander aspect dat je misschien wat beter kan belichten. Het is dus een soort wijdvertakte familie. Ja. Echt een patriciërfamilie, een aristocratische familie. Ja. Begin van de 19e eeuw. Die dan allerlei bedrijven en organisaties in bezit heeft. Ja, en een belangrijke ook politieke stem heeft. Ja, ja. Ertoe doet in het Amsterdamse. Ja, zeker. En in die familie groeit hij op. En nu, die sneltreinvaart, hoe kom je dan bij die Hovey terecht? Kijk, de Van Vollenhovens, dat is van oorsprong een Rotterdamse familie. Pieter van Vollenhoven is daar ook nog een lood aan die familie. Maar op een bepaald moment gaat een van die Van Vollenhovens, die gaat naar Amsterdam. En die koopt dan de gekroonde valk. En dat was gewoon een investering. Want hij kwam zelf nooit op de brouwerij. Dat liet hij over aan de meester. Voor hem was een investering. En ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld dat over te dragen aan een van zijn zonen. Want die moest dan ook wel weer een beroep hebben. Ja. En dan zie je dat van Vollenhovens kant, dan komt die familie ook in het bestuur. Dan heb je ook een van de burgemeesters, is ook een van Vollenhoven. En die vertakken zich helemaal in dat zeg maar Amsterdamse regentenpatriciaat. Daar hoort ook Willem Hovey's vader nog bij. Maar goed, zodra hij dan zijn firma moet liquideren, hij ging niet echt failliet, maar de firma werd geliquideerd en hij moest er een baantje bij nemen. Nou ja, dat was natuurlijk een sociale neergang. Dat was ontzettend vervelend. Het was niet rampzalig. Ja. Maar dat was de vader en nu dat de zoon. En nu de zoon. Die wordt dus geboren in Beverwijk als zoon van de griffier van het kantongerecht in Beverwijk. Ja, ja. En hij moest dus ook een baan ambiëren. Ja. Want hij kon niet meer van het kapitaal leven. Maar het ondernemersbloed stroomde wel door zijn aderen, toch? Want zijn vader... Dat bleek pas of was het meer investeren zoals een aristocraat investeerde? Kijk, in die tijd... ligt dat natuurlijk heel anders. Je deed gewoon wat van je verlangd werd. Dus zijn oudere broers zijn voor een deel in de marine gegaan.
Hij had ook een paar broers die ontzettend knappe koppen waren. Dus die zijn rechten gaan studeren. En men heeft van Willem gedacht, nou, hij was wel intelligent, maar hij was niet zo briljant als zijn broers, maar hij was wel handig, had een praktische intelligentie. Mm. En nou, we hebben gewoon een opvolger nodig. Ja. En ja, dan werd gewoon gezegd, nou Willem, leuk en aardig, jij gaat naar Utrecht. Ja. Jij gaat gewoon die handelsschool ga je doen, die technische school. En toen heeft hij dat bedrijf overgenomen, maar dat, nou ja, overgenomen, hij is in het bestuur gekomen rond zijn 18e. Ja. Hij werd eerst, En dat duurde natuurlijk wel even voordat hij echt alles voor het zeggen kreeg. Nou, dat ging ook al vrij snel. Want, want oom Willem was nogal depressief, die heeft dus al gauw snel zelfmoord gepleegd. Ja. En er was nog een andere vennoot, die overleed ook, dus zo rond zijn 23 stond Willem Hovi er alleen voor. Ongelooflijk. Ja, maar hij kon dat heel goed. Ja. Maar een combinatie wel van vaardigheden en toch ook met een gouden lepel in de mond geboren zijn, hè? Het is allebei, ja. Ja. Goed, hij werkt daar dan en waarom hij eigenlijk een biografie waard is, dat is een beetje oneerbiedig om te zeggen, maar dat is vooral zijn ongelofelijke maatschappelijke engagement. Ja. En eigenlijk niet zijn ondernemerschap. Nee. Kijk, als hij alleen directeur van de Gekroonde Valk was gebleven, nou, dan was hij een voetnoot ergens in een bedrijfsgeschiedenis. Handboek, een handboek voor de geschiedenis van Amsterdam, zoiets. Ja. Nee, hij heeft zijn waarde en zijn belang heeft hij te danken aan wat hij buiten die brouwerij deed en wat hij met het geld wat hij verdiende in die brouwerij, wat hij daarmee deed. Ja, tegelijkertijd wel, de reden waarom ik je ook heb uitgenodigd eigenlijk is omdat wij hier, ik maak een serie gesprekken onder andere om na te denken over wat is nu een meer morele vorm om onze economie te richten. Ja, wat zijn oude bronnen om na te denken over een betere inrichting van het kapitalisme? Ja. En ik merkte wel toen ik dit las, dat had ik ook verwacht, maar het gebeurde ook echt, dat hij toch in zijn bedrijfsvoering allerlei eigenlijk hele nieuwe mechanismen installeerde, bijvoorbeeld rondom inspraak. Maar ook hoe die bijvoorbeeld omging met minimumlonen, met arbeidstijdverkorting. Ja. Die eigenlijk heel sociaal waren. Kijk, het had wellicht socialer gekund. Vanuit 2020 teruggeredeneerd denk je soms wel eens van, nou, was het niet eigenlijk toch ook gewoon een harde kapitalist die te veel verdiende. Maar voor zijn tijd was het echt een hele sociale man. Ja, die dus dat ook in zijn bedrijf probeerde te organiseren. Ja. En een van de manieren waarop hij dat deed was via dat zogenaamde patrimonium. Dat hij samen met Pujat en Kater een soort vakbond. Werkbond, wat was dat? Nee, ik denk dat we dan even een stapje terug moeten naar zijn bekering. Ja? Ja, want hij vond ook dat hij, net als zijn overgrootvader, filantropisch bezig moest zijn. Vandaar ook dat de ondertitel is een filantroop. Hij kreeg toen, en dat zat bij hem heel erg diep, van ik moet mijn rijkdom die ik verworven heb, mag je niet voor mezelf. Hij had, weet ik veel wat, elk jaar naar Nice kunnen gaan om daar in de casino's te gaan gokken. Hè, zoals veel van zijn zoals hedendaagse CEO's worden. Ja, bijvoorbeeld, of een mooi jacht kopen. Of, hij had dat allemaal aan luxe kunnen besteden. Voor een deel deed hij dat ook. Hij had een prachtig groot huis aan de Nieuwe Herengracht. Maar daarnaast gaf hij onbekommerd aan van alles en nog wat. Alleen, hij deed het niet zoals zijn overgrootvader, zijn grootvaders. Hij, dat noem ik dan blinde filantropie. Gewoon weggeven en hij had ook het idee, ik ben toch ook verantwoordelijk voor degene wie ik geld geef. Ja. Want hij kan daar ook mee naar het café gaan of dat en dat. Dus hij wilde filantroop zijn, maar op een verantwoorde manier. Ja. En het bedrijf was een manier om verantwoord filantropisch bezig te zijn. Ja. Maar de basis zat ook in, hij had gewoon een hart voor zijn werknemers. Ja, hij, maar dit, wacht even terug, want die filantropie, dat beschouw ik toch als een vorm van charitas, dat je geld geeft aan andere mensen, gewoon omdat je een doel belangrijk vindt, kan in de kunst zijn, of bijvoorbeeld de bestrijding van ziektes, denk aan Bill Gates, of in ons land Frits Goldschmeding, dat zijn bekende filantropen. Ja, ja. En dat was hij, maar hij was ook een goed werkgever. Ja, ja. En dat was dat nou filantropie? Ik denk eerder dat dat echt goed werkgeverschap was. Hij zorgde voor zijn voor zijn eigen groep mensen. Ja. Inclusief hoe ze woonden. Ja. En, had misschien beter gekund, daar gaat het niet om. Het was een stuk beter dan heel veel andere werkgevers doen. Daar gaat het wat mij betreft meer om. Dat hij daarin eigenlijk voorliep. Zeker. Maar zijn motief was wel filantropisch. Hè, want voor hem maakte dat niet uit. Hij,
Hij gaf het even graag aan de zending aan als de aan zending, zijn eigen werknemers. Aan zijn eigen werknemers. En hij gaf van alles ook... het bijzondere onderwijs kwam toen op. Nou, hij gaf van alles aan scholen. Voor hem was het het idee van... Ik moet die kleine luiden, die gereformeerde groep die in de politiek en maatschappij niets te makken hadden, die wil ik toch vooruit helpen. Nou, goed dat je dit inbrengt, want dat hangt ook samen met zijn steun aan Abraham Kuyper. Ja. Dus de grote Kuyper, de voormalig minister-president van Nederland ook. Ja. De eerste jaren van de vorige eeuw, 1901 tot 1905 dacht ik. Ja. Kuyper die ontmoet al veel eerder Hovi. Ja. En Hovi wordt eigenlijk zijn financier. Ja. Hovi helpt hem, dat las ik in jouw boek, om de Standaard op te richten. Ja. Waar hij zijn fameuze 3 sterren in schreef. Ja. Zijn dagelijkse opiniestukjes, commentaar gaf op het nieuws. Maar Kuyper vraagt hem ook om de Vrije Universiteit mede te financieren. Ja. En hoe kenden die mannen elkaar? Kennen Kuyper en Hovi elkaar? Ja, zij hadden met z'n allen... Kuyper was dan de bekende en de belangrijkste ideoloog. Maar je had bijvoorbeeld ook nog een andere financier, zeker Sanders. Die was ook heel rijk, gaf ook veel geld aan goede doelen. Maar zij hadden het idee van, wij willen Nederland herkersten. In de 19e eeuw zie je geweldige veranderingen. Ja. En dan gaat het eigenlijk om 2 dingen. Ten eerste, wat moeten wij met de arbeidersklasse? En de andere, wat moeten wij met het geloof? Ja. En dat zijn de 2 grote vragen die in de 19e eeuw spelen. En late 19e eeuw in ieder geval. Ja, maar het begint al heel vroeg hoor. Ik had het idee dat er nog heel veel gelovigen waren aan het begin van de 19e eeuw. Zeker. Dat aan het eind ook wel weer afneemt. En dat ze dan proberen dat te verserieuzen weer het geloof. Nee, je kunt het al terugprojecteren naar het Reveil. Dat is al aan het begin van de 19e eeuw. En die proberen ook de gewone man, de kleine arbeider, weer bij de kerk te betrekken. Ja, ja. Maar dat kan maar op 1 manier. En dat is een soort verheffingsideaal. Dus dat spelen 2 dingen. Ja, ja, ja. Dus vandaar ook dat ze heel veel investeren in onderwijs en in vorming. Want om even terug te komen op dat patrimonium. Patrimonium was geen vakbond in onze zin van het woord. Maar het was eigenlijk een vormingsinstituut voor die arbeider. En daar hoorde dus ook bij een pensioenfonds bijvoorbeeld. Men zei van de arbeider moet ook verantwoordelijk worden voor zijn eigen leven. Ja. Dus hij moet ook sparen voor dat pensioen. Ja, ja, ja. En zo had men ook woningbouwverenigingen. En die waren min of meer gefundeerd op een soort revolving fund principe. Wat men nu nog vaak in de kunst en zo doet. Dat je dus geld geeft en net zoveel rente ervoor terugvaart dat het fonds zichzelf kan bedruipen. Ja, ja. En de winst wordt weer in het fonds gestoken. Mm. En zo had men ook van die woningbouwproducten, waarvan op den duur de arbeider dan eigenaar kon worden. Mm. En dat was toch allemaal in het kader van, wij moeten hem uit zijn hem. Ja, de beschaving van de arbeider. Ja, het is een beschavingsoffensief. Ja. Maar dan heel en hij deed dat dus vanuit de economie, filantropisch, in relatie tot zijn eigen werknemers. En dan heb je dus die Kuyper. En hoe komt hij dan, die Kuyper, kende hij Kuyper uit de krant of wat? Nee, hoe hij precies Kuyper heeft ontmoet was in 1867. Dus waren het allebei nog jonge mannen. En waarschijnlijk was het zo dat ze elkaar in Utrecht hebben ontmoet. Daar was Kuyper toen predikant. En Hovi had familie in Zeist, waar hij wel kwam. Hmm. En dat hij dan kerkte bij hen. Ja. Waarschijnlijk is het zo gaan, maar daar weten we. Maar Hovi heeft toen, die werd enthousiast, die heeft ook geprobeerd Kuyper naar Amsterdam te halen toen. Ja, zeker. Dat is ook gelukt. Ja, Hovi was meteen onder de indruk van het genie Kuyper. En daar heeft hij ook later in allerlei brieven dat, ik begrijp niet dat u, Abraham Kuyper, zo belangstelt als genie in mij, eenvoudige. Hij voelde duidelijk dat Kuyper hem intellectueel verre de baas was. Hmm. Maar zij deelden dat ideaal van, wij willen de arbeider, willen wij met zijn gereformeerde geloof, met het Calvinisme, de moderne tijd inbrengen. En dat moest voor een deel niet door vakbonden, maar nee, de arbeider moet daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het was ook wel deels vanuit Hovi's zicht wel liberaal geïnspireerd. Kuyper was echt een democraat en Hovi die... Ja? Ja, kijk, Hovi was natuurlijk geen intellectueel.
Dus die handelden altijd heel praktisch. Bijvoorbeeld was dat ook bij dat bedrijf, de gekroonde valk, ook zo. Want op een bepaald moment dan wilde hij een pensioenfonds instellen. Maar daar bleken de arbeiders helemaal niet gediend van. Die zeiden, nou, geef liever ons geld contant in een handje en niet in een spaarpot van ik nog maar eens moet zien of ik daar ooit uit kan putten. Weet, ga ik voor die tijd wel dood? En dan gaat hij weer praktisch denken. Nee, dan stel ik het verplicht. Nou ja. Dan moet iedereen verplicht meedoen aan het pensioenfonds. Hij had ook een ziekenfonds, was het precies hetzelfde. De arbeiders zagen het nut daarvan niet in. Maar Hovi zegt, nee, het is langere termijn denken. Ik wil jullie daarin meenemen, jullie ook daar verantwoordelijkheid in geven. Dus jullie moeten ook een deel van jullie loon moet je inleveren. En dat verplicht ik. Dus in die zin was hij gewoon... Paternalistisch ook. Ja, hij was in zekere zin paternalistisch. En, ja, maar dat is natuurlijk ook de tijd. Hè? Als je ook... Maar dat is ook een goede ontwikkeling. Ik bedoel, het is gewoon, ja. Het is wat ambivalent dat je opeens pensioenen moet gaan afdragen. Maar dat maakt ook dingen mogelijk, dat is duidelijk. Maar ja. Die Kuiper die gaat dan met behoorlijke steun van Hovi. Dus dat is ook weer die filantropie. Dus daar gaf hij ook weer eigenlijk met geblinddoekt, zoals zijn grootvader, het geld weg. Ja, nee, hij wist natuurlijk drommels goed waarvoor het was. Ja. Hij stond er helemaal achter. Maar dat was de neo-calvinistische boodschap. Ja. Herkerste Nederland, verenigde gereformeerden. Ja. Richt een eigen universiteit op. Ja. Hij was ook betrokken bij die instituten waar hij in investeerde. Dus ja, hij, zonder meer. Hij zat zelfs ook in de Raad van Commissarissen, of hoe noemen we dat nu? Het bestuur van de Vrije Universiteit, daar zat Hovi ook in. Hij was directeur, dus hij regelde de dagelijkse gang van zaken. Dus hij nam hoogleraren aan, dat deed hij wel met een college. Hij deed het niet alleen, maar hij was president-directeur, hij was daar het hoofd van. Ja. En hij was ook in feite, als er dan weer een professor moest komen en er was even geen geld, nou dan schoof hij wel weer wat toe. Hij heeft er, nou we weten niet hoeveel geld erin gestoken, maar veel meer dan je alleen maar uit de stukken blijkt. En elke keer, nou dan moest er weer wat gebeuren of er moest er weer wat geregeld worden. Nou, Hovi schoof wel weer wat bij. En hoe bestuurde hij dan bijvoorbeeld de VU? Maar hij zat in veel verenigingen en instituutjes. Hè? Dus in jouw boek zitten twee volle pagina's met al zijn nevenactiviteiten. Hij had een behoorlijk zwaar cv. Ja. Daar kun je twee conclusies uit trekken, vond ik. Je kunt zeggen van, was hij ooit wel op zijn echte werk? Nou, in ieder geval 's ochtends bij het Bijbel lezen en dan om de zaak gaande te houden. Maar dat is misschien wat cynisch gezegd. Maar hij deed ongelooflijk veel daarnaast. Dus ook directeur op de VU. Nou, dat zou op zich al een zware baan geweest zijn. Maar wat deed hij daar dan in dan bijvoorbeeld? Was dat dan één keer in de week vergaderen? Of hoe zag dat er dan uit? Daar moet je het dan eigenlijk wel vooral de VU zal hem veel geld gekost hebben. Ja, en tijd ook. En tijd. En hij zat ook in de gemeenteraad. En op een bepaald moment zegt hij ook, nou, dat kost mij gewoon 2 dagen in de week. Huh. Was hij nog een dag bezig met de VU. En hij had het geluk, op een bepaald moment komt zijn neef John Schwartz komt in de zaak. En dat klikt meteen. Hmm. Dus eigenlijk deed John Schwartz deed de dagelijkse gang van zaken. En hij had ook een heel goed... middelsmanager had hij. He, je had bepaalde mensen die waren 40, 50 jaar aan de zaak. Die kregen dus ook als procuratiehouder een aandeel in de zaak. En zeg maar voor de gewone praktische gang van zaken, dat kon hij allemaal aan zijn medevennoot Schwartz en aan zijn personeel overlaten. He, hij kwam daar elke morgen als het enigszins kon. En hij dacht natuurlijk mee over de grote beslissingen als weer een uitbreiding moest komen of nieuwe biermerken moesten geïntroduceerd worden. Maar hè, voor de rest, dan kon hij dat overlaten. Dus daar had hij de tijd voor over om. En bijvoorbeeld bij de VU, hij zat dan niet in het bestuur. Dus daar heeft hij ook geweldige conflicten mee gekregen, omdat hij natuurlijk niet alles kon besturen. Hij zat meer aan de financiële kraan. Ja. Maar inhoudelijk had je tussen de curatoren. En dan krijg je ook die verschrikkelijke affaire met Alexander de Savornin-Lohman. Dat is een hoogleraar aan de VU geweest. Ja. He, in 1880 werd de VU opgericht en nou ja, men had nauwelijks kader. Dus men heeft toen ook Alexander de Savornin-Lohman gevraagd. Dat was wel een medestrijder van Kuiper, maar het was een jonkheer, dus een man met de dubbele namen. Een beetje een aristocraat. Maar goed, men had hem nodig, dus in 1880 werd hij... Maar waarom had men hem nodig? Omdat er gewoon een ander kader was. Men had dus een hoogleraar recht nodig, hij was rechter geweest. En
Nou ja, er was gewoon geen ander. Dus men heeft hem toen gevraagd. Ja. Maar goed, op een bepaald moment gaat het politiek heel erg mis tussen Kuiper en Alexander de Savon in Loma. Want Kuiper, Johan Snel is hier ook geweest, die zal dat verteld hebben. Dat Kuiper was op een top een democraat, dat geloof ik ook wel. Die wilde echt de gewone man betrekken bij het politieke proces. En dat wilde Alexander de Savon in Loma helemaal niet. Dat was nog altijd gewoon een aristocraat. Die zei van nou, ze mogen op een bepaald niveau wel meepraten, maar wij beslissen. En nou ja, dat loopt echt op een groot conflict uit. Dat Alexander de Savon in Loma uit de AAP stapt. En een eigen partij begint. Wat later de CAU wordt. Dat is dus de beweging en uiteindelijk de partij waar Kuiper de voorman van is. En Hovi uiteindelijk ook voor in de Eerste Kamer zal zitten. Ja, de AAP. Maar nu hebben we het over? Over Alexander de Savon in Loma. Ja. Die stapt uit de AAP. Ja, die stapt uit, precies. Ja. Ja. En die begint zijn eigen wat aristocratische partij en later de CAU. Ai. Maar goed, dan is hij nog altijd hoogleraar aan de VU. Ja, ja. En dat is natuurlijk een geweldig probleem. Want Kuiper die wil nu eindelijk eens een keer zijn democratische idealen doorzetten. Maar dan... Heeft hij zo'n hoogleraar aan de VU zitten? Ja, en dat klopt niet. Nou, het is eigenlijk een soort, nou ja, wat je in socialistische landen ook wel eens gehad hebt. Gewoon van die schijnprocessen is het geweest. Waar, nou ja... eigenlijk een doorgestoken kaart was dat Alexander de Savon in Loma zou moeten verdwijnen. Maar goed, Kuiper heeft er alles aan gedaan. Kuiper heeft er alles aan gedaan. En dat hele hoe gedroeg Hovi zich? Nou, men wist wel, want Hovi is natuurlijk een eerlijk mens. En, maar ook een aristocraat. Ook een aristocraat. Maar gewoon, hij was daarin volledig oprecht. Dus men heeft hem gewoon aanvankelijk helemaal buiten de zaken gehouden. Met het allemaal achter zijn rug omgeduid. En wat men wist, Hovi zou toch des duivels zijn als hij erachter zou komen. En op een bepaald moment komt hij daar natuurlijk achter. En nou, dat wordt bijna een breuk tussen Kuiper en Hovi. En Hovi treedt dan ook af als directeur van de Vrije Universiteit. Hij zegt van, nou, dit is... hij schrijft dan ook aan Kuiper. Kuiper, hoe kun je dit ooit met jouw geweten verantwoorden dat je zo iemand... Op menselijk wijze ontslaat, dat kan een christen toch niet voor zich verantwoorden. Ja, want het waren allebei echt christelijke jongens, toch? Ja, dus, ja. En dan zegt Kuiper weer, nee, maar het gaat mij om de beginselen. En Hovi zegt, nee, flauwekul, dat kan niet, het gaat om mensen. En, maar wat voor soort beginselen waren Kuiper en Hovi het nou echt over eens? Bijvoorbeeld dat de Bijbel Gods woord is. Nou ja. En dat ook politiek vertaald moet worden. Kijk, je hebt dan heel veel van de liberalen uit de 19e eeuw... die waren best protestants, overtuigd protestants... maar die hadden het idee, scheiding kerk-staat. En daar maakten zij van een scheiding geloof en staat. En dat hadden dus Kuiper en Hovi niet. Nee, die zeiden gewoon, jij bent christen, dus jij mag als christen... je politieke idealen vertalen in... nou, dat je tegen abortus bent... of tegen prostitutie... of tegen werken op zondag. Tegen werken op zondag. Dat je drankbestrijding enzovoort. Ja, dat is wel trouwens grappig dat je dat nu even zegt. Ja. Dat viel me ook in het boek op namelijk. Ja. Dat hij heeft al zijn hele leven lang... in een ongemakkelijke situatie gezeten. Als rijke ondernemer... die een bierbrouwerij bestiert. En dan... heel christelijk, heel orthodox christelijk. Dus hij doet zijn best om het drinken te verdedigen. Maar het lijkt niet echt te passen bij hem ook persoonlijk. Nee, nee. En het wereldbeeld wat hij heeft. En soms ook, dan komen er ook wetten bijvoorbeeld. Tegen of meer accijns. Ja. Eerst in zijn voordeel. Bijvoorbeeld dat de zware dranken zwaarder worden belast. Ja. En de bieren die hij maakte, daar zullen we er zo meteen nog even wat van laten zien. Maar de bieren die hij maakte, die werden dan weer minder belast. Maar later in zijn leven zie je toch wel dat ook de belastingen op bieren toenemen. En dat ook het beeld van bieren als iets wat toevoegt aan het leven, omdat het leven gezonder zou maken. Ja. Dat echt kantelt. En dat er een anti-bierlobby ontstaat of een anti-alcohol lobby. Ja. Ja, en dan zit hij met heel erg gemengde gevoelens te kijken naar die ontwikkelingen. Ja, omdat hij ook politieke zeggenschap heeft over nieuwe wetten rondom alcoholgebruik. Hij zit in de Eerste Kamer als de drankwet van zijn vriend en collega Abraham Kuiper wordt gepresenteerd. Ja, dan moet hij wel stelling nemen. Maar dat was in het begin nog niet zo. Toen hij dus echt begon, zeg maar rond 1860, 70 als bierbrouwer, was
bier nog onomstreden een alternatief voor de sterke drank. En de grote vijand zat in Schiedam, waar men jenever brandde. Ja. En het, de spreuk was van gebrand is fout, gegist is goed. Dus je mocht bier en wijn drinken. Dat was dan een beetje de filosofie. Want er zijn ook onthoudersverenigingen geweest die in het begin het plan hadden om dan maar een bierbrouwerij te beginnen. Want dan komen in elk geval die arbeiders van de sterke drank afhouden. Maar goed, maar dat perspectief dat kan tot langzaam, want hè, dan komt ook de gezondheidswetenschappen en de voedingsleer komt dan op. En ja, die laat dan wel zien dat alcohol gewoon nauwelijks goede effecten heeft. En dan weet ik het niet precies. Want Hovi die gaat dan dat Van Vollenhoven stout introduceren. Waarschijnlijk heeft zijn neef John Swartz, want die heeft een poos in Engeland gewoond, heeft dat een beetje naar voren gebracht. En dan gaat hij helemaal op dat gezondheidsaspect. Van het is voedzaam. Ja, in reclames ook, hè? In reclames ook. En zwangeren. Ja. En, dan gaat hij medici overtuigen dat ze hun naam moeten koppelen aan de drank. Ja, hij dan weet schiet hij uit de bocht. Ja, zeker. Dat doet hij ook niet helemaal. Nee. Hè, dat wringt. Maar. Ja. Maar goed, het beste paard struikelt ook wel eens. Ja, maar Het lijkt ook wel behoorlijk normaal te zijn geweest toen, dat medici met dat soort bedrijven samenwerkten. Ja, dus dat zijn pas beschavingsontwikkelingen geweest die later komen. Hè? Dat mensen dan kritiek daarop hebben en waar je niet meer zomaar reclame over kan maken. Nee, maar men wist ook niet van beter. Op een bepaald moment zie je ook dat een of andere kinderarts van een weeshuis in Zandvoort, die gaat ook een proef doen. En die geeft de ene helft van zijn pupillen geeft die melk. En de andere van Vollenhoven start. Dat zijn kinderen van een jaar of 10 of zo. En wat constateert hij? Nou ja, alleen die jongeren die van Vollenhoven start, die zijn dikker geworden, maar niet gezonder. Ja, op dat pijl staat de voedingsleer nog in die tijd. Dus hij kon dat ook lang volhouden. Maar daar ben ik niet helemaal achter in hoeverre hij dat tot hem doordringt. Ik denk eigenlijk dat hij tegen beter weten in dat altijd heeft volgehouden. Hij heeft nooit toegegeven dat zijn bieren op een of andere manier ongezond zouden kunnen zijn. En dan protesteert hij ook tegen de drankwet. Hè? Dan, en dat doet hij met allerlei rare argumenten waarvan we denken, nou ja, dat zijn gelegenheidsargumenten geweest. Dus ergens heb ik het idee dat hij ook wel door had dat hij tegen de bierkaai vocht. Ja. Maar ik ben nergens iets tegengekomen waarvan die toegeeft van, hey, ik. Die relatie met Kuiper, las hij Kuiper veel? Las hij zijn boeken en zijn kranten? Ja, zeker. Ja, hoor, je krijgt dan ook dat brieven. Was niet alleen maar een emotionele klik en een geldklik? Nee, zeker niet. Hij schrijft dan ook aan, dan is de standaard is een poosje uit. En dan schrijft hij ook aan Kuiper van, oh, wat geniet ik toch van die drie starren enzovoort. Mm. En, of hij echt die theologische boeken nou doorploegde, dat denk ik niet hoor. Maar hij volgde wel de Heraut. En dat was toch een belangrijke theologische uitlaatklep van Kuiper. Mm. Dat las hij allemaal perfect, ja zeker. Mm. Dus ze waren qua theologische insteek, was het twee handen op één buik. Daar vocht men ook niet over. En op het moment dat Kuiper echt groot werd in Nederland, ja, toen was Hovi ook nog in de buurt bij hem. Ja, zeker. Hovi is toen. Want hij is ook de Eerste Kamer ingegaan. Ja. Dat doet hij dan, neem ik aan, op instigatie van Kuiper, die hem vraagt. Ja, die beslist over al dat soort dingen uiteindelijk wel. Ja, nee. Daarvoor was dan die Seinpost-affaire met Alexander de Savonilomen. Daar heeft wel een breuk opgeleverd. Je kunt dan ook zien dat de briefwisseling die daarvoor toch wel vrij regelmatig was, dat loopt dan een beetje af. Hovi zegt dan toch, ik blijf toch de zaak steunen. Hij is toen afgetreden als directeur, maar hij zegt, ik blijf lid van de vereniging en ik blijf ze ook financieel steunen. Hij was ook met de doliantie meegegaan en hij zegt van, nou, ik blijf ook de gereformeerde kerken dienen. Dit zijn menselijke fouten gemaakt, maar ik wil mij toch richten naar het hogere en dat vind ik belangrijker dan dit aardse gewurmel en gedoe. Daar geef ik mijn principes niet voor op. Nou ja, dat is wel weer mooi. Ja. Edel van hem. Ja, in die zin was hij. In die zin was hij. Ja, hij was een beetje te goed voor deze wereld hoor. Hij wordt in je boek aan het einde valt ook het woord naïef. Ja. Maar
Er blijkt toch ook wel wat daadkracht. Eerst nog even over die daadkracht, hoor. Ja. Want hij ontmoet natuurlijk ook andere grote ondernemers. Hm. Onder andere Jacques Marke van het latere DSM en Calvé. Ja, ja. Pindakaas. Ja. Waar ook onderhangs een biografie over verschenen is, ja, trouwens. Ja, mooie biografie. Ja. En ook Stork. Ja, kent hij ook. En de wat minder bekende ondernemers van toen. Ja. Hoe zat hij in die relaties? Was hij, want van Marke weten we bijvoorbeeld dat het ook echt een sociaal ondernemer was. Ja. Maar was dat een belangrijk netwerk van hem? Of? Ja, op een bepaald moment wel. Want dat begint eigenlijk in 1901. Want dan komt de eerste sociale wet. Komt in de Tweede Kamer, dat is dan de ongevallenwet. Hmm. En dan. En de truc is dat minister Lely was het, die had dan gezegd van. De uitvoering moet geschieden door een Rijksverzekeringsbank. Dus een semi-overheidsinstelling. En dat wilden de werkgevers, wilden dat niet. En toen kwamen ook die werkgevers bij elkaar om zeg maar een belangenvereniging te worden om tegen die Rijksverzekeringsbank te opponeren. En toen is ook heel duidelijk gezegd, nou, we hebben gewoon mensen nodig. Jacques van Marken, nou, dat is de grote voorman van een beetje het, nou, zeg maar, het vooruitstrevend liberalisme. D66 zou je het mee kunnen vergelijken tegenwoordig. Ja, niet zozeer christelijk toen, maar wel absoluut begaan met het lot van de arbeider. Ja, nee, van Marken was niet christelijk. Nee. En dan had je dus de Storken, dat was zeg maar VVD, gewoon de liberalen. Hmm. En je had nog zo die suikerfabriek, fabrikant, nou is mijn naam net even ontschoten. Dat was dan de Rooms-Katholieke tak, want die zat heel veel in de Rooms-Katholieke actie. Nou, en dan moest Hovi ook maar meedoen als protestants-christelijk ondernemer. Hmm. Want die had zich al bewezen als een sociaal, nou, goede werkgever. En daar stond hij echt onbekend. Dus dan begint eigenlijk een soort front van de werkgevers. En dan gaan ze zich ook actief bemoeien met allerlei wetgeving. Hmm. En voor die tijd, nou dan gebeurde dat, dan stuurden ze weer eens een adresje. Hè, namens Stork of van Marken. Dat was vrij ongecoördineerd. Ja, toch is die, want je zei net al eventjes dat Hovi ook nog iets liberaals had. Hè? Dus, ja. Dus Kuiper was weliswaar heel democratisch. Ook hoe die bijvoorbeeld inspraak wilde binnen de kerk van de kerkenraden. Ja. Hij had vervolgens wel een heel conservatieve agenda, maar de vorm van de organisatie van de kerk moest vooral democratisch zijn. Nou, we kennen hem ook als een politicus die, nou, hij heeft niet voor niks de eerste politieke partij opgericht, dus het is echt een democratisch iemand. Maar Hovi is vooral liberaal. Dat zou je tot op zekere hoogte ook nog wel van Kuiper kunnen zeggen in de zin van verdedigen van de vrijheid van meningsuiting bijvoorbeeld, belang van de journalistiek. Maar dat maakt het ook lastig in die overgang van zeg maar, het filantropische kapitalisme naar het staatskapitalisme, waar de staat ook de arbeider gaat beschermen tegen de werkgever en ook tegen zichzelf. Dat die jongens, dus de Stork, de Van Marken en Hovi, dat die ook een dubbele rol gaan spelen in die geschiedenis. Want aan de ene kant zijn ze dus heel sociaal. Ja. En aan de andere kant lijken ze de volgende fase van het sociale kapitalisme ook een beetje tegen te houden. Ja, ja. Kijk, ja, wat hun instelling was, dat van, nou, wij willen best sociaal zijn. Men was ook niet tegen zo'n ongevallenwet. Men had best door dat de situatie in de fabrieken, hè, dat verbeterd kon worden. Dat was men ook niet tegen, maar wat zij wilden, we willen het graag in eigen hand houden. Want dat zo'n Rijksverzekeringsbank of staatspensioen of hè, alles wat met de staat te maken had, dat wilde men niet. Men wilde het dan ook de uitvoering in eigen hand houden. He, en dat was ook, Kuiper dacht ook wel zo hoor, want Kuiper wilde dus een wetboek van arbeid. Dat is altijd zijn grote streven geweest. En dat is dus een soort kaderstelling van het sociaal netwerk, als het ware. Zijn oplossing voor de... Ja, en dan, kijk, daar staat dus niet precies in van he, wat wij nou zeg maar in allerlei regelingen hebben en dit en dat. En in een cao is zo'n dik boekwerk geworden. Dat wilde Kuiper dus niet, want hij vond dat moet maar de werkgever met de werknemer persoonlijk onderhandelen. Nee, er moet een soort kaderstelling komen van bijvoorbeeld nou... Een richtlijn. Een richtlijn. Een arbeider moet beschermd worden in de onderneming. En dan een paar punten, er moeten pensioendingen zijn, een ziektevoorziening, weduwe en wezenfonds. Maar hoe je dat verder een beetje uitwerkt... Maar die ondernemers waren het hier natuurlijk heel erg mee eens. Die waren het, ja.
Ja, zeker. Die waren dus... Dit was eigenlijk wel ook echt de light vorm van een sociale economie. Ja, ja, ja. Maar nee, maar Kuiper heeft ook tegen de ongevallenwet gestemd. Hmm. Want hij vond dat, met de werkgevers van nee, dat... het was te veel staatszaak. Eerst moeten de ondernemers hetzelfde. En zo gaat dat ook. Zo heeft hij dus zelfs, las ik in jouw boek, tegen dat beroemde wetje van Van Houten gestemd. Hè? Ja. Dus eigenlijk tegen de wet die kinderarbeid heel erg moeilijk maakt, laat ik maar zo zeggen. Ja, maar daar zat weer dezelfde redenering achter van... Nee, de overheid spreekt voor zijn beurt. Want hij zei van... de ouders die zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Dus jij mag niet zomaar zeggen, ouders, ik neem jouw verantwoordelijkheid af. Nee, je moet eerst die verantwoordelijkheid aan de ouders laten. Blijkt dat niet zo te werken, dan pas kun je wettelijk ingrijpen. Ja, 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 ja. En nu was dat ook, dat had hij ook wel door. Dat was natuurlijk een wat geforceerde redenering. Maar in die tijd was het zo, alles wat naar staatsinvloed riekte, dat vond men socialistisch. He, net zoals nu in Amerika, je hoeft maar iets sociaals te noemen. Communisten, dit en dat, en zo. En men was ook in gereformeerde kring, in liberale kring, was er erg veel weerstand tegen overheidsingrepen. Ja, leuk dat je die parallel naar het heden maakt. Ja. Vergelijking met de Republikeinen en de Democraten. We weten ook nog dat er mensen zijn nu die proberen die brouwerij weer tot leven te wekken. Ja. Door een aantal bieren te brouwen. In de geest van de gekroonde valk, zoals dat toen heette. Ik heb ook een paar meegenomen. Dus... het is natuurlijk wel officieel sluikreclame nu, maar dat wel voor een goed doel, denk ik. En het gaat maar om, denk ik, een kleine organisatie. Ja, ja. Hovis Brown Stout bier. Ja. En zo zie je maar dus dat je dat ook nu nog kan proeven en je in de 19e eeuw kunt wanen. Ja, zeker. Ja. En je hebt een biografie geschreven over de man die dit bedrijf een tijd lang heeft gerund. Ja. Die het dus kreeg van zijn familie eigenlijk. Ja. Er ook hard voor gewerkt heeft. Ja. Vervolgens heel veel heeft weggegeven. Daarom eigenlijk... Jij noemt hem niet voor niks echt een filantroop. Ja. Een biografie schrijven. Kun je daar tot slot nog een paar dingetjes over zeggen? Van, je eindigt je biografie zelf met dat je zegt van... ik wilde geen bever biografie schrijven. Ja, ja, dat is heel veel details en anekdotes. Ja, ja. En dan zeg je van een vlinder biografie... dat is dan meer de grote greep. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja, ja. Nou, daar lijkt het meer mee in de buurt te komen. Ja, ja. Een overzicht over de sociale tijd waarin iemand leefde, wie iemand was, maar ook bijvoorbeeld de bedrijfsgeschiedenis zelf. Ja. Wat is dat zo? Is dit een vlinderbiografie? Zo heb ik het voor een belangrijk deel wel willen opzetten. Het heeft een beetje als achtergrond. Ik heb mij in het verleden heel veel bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog. En ook met een figuur als Hitler bijvoorbeeld. Mm. Ik had alle biografieën in die tijd had ik allemaal gelezen. En op een bepaald moment kreeg ik dat boekje van Sebastian Hafter. En dan kanttekeningen bij Hitler. Dat is maar zo'n dun boekje. Ja, dat is een dun boekje. Dun boekje. En ik dacht, nou, daar kan beslist niks nieuws meer in staan wat ik nog niet weet. Of wat ik zou willen weten. En toen ik het uit, dacht ik, hey, hij heeft alleen maar door een bepaald interpretief kader te kiezen, door een bepaald perspectief te nemen, heeft hij mij een hele andere kijk op Hitler gegeven dan ik ooit had kunnen denken. Dat hij ook bijvoorbeeld het probleem aanvat. Nou ja, wat heeft Hitler ook goed gedaan? Iets wat natuurlijk voor die tijd not done was eigenlijk. Want wanneer verscheen die biografie? Nou, dat moet ergens in de jaren 70, 80 zijn geweest. Zo, ik weet het niet meer precies. En als ik het me goed herinner, ik heb het ook gelezen, maar het gaat eigenlijk heel erg over dat Hitler altijd al soort uit was op destructie, hè? Op vernietiging. Ja, ja. En eigenlijk overal dingen te gronden richten ook. Ja. Is dat die lens die je bedoelt? Ja. Van, hè? Dat hij een persoonlijk verhaal kan lezen in de lens van, van destructie dus? Ja. En dan toch recht doet aan de positieve aspecten. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk gewoon het probleem bij elke biografie. Ene kant moet je niet te veel met die tijd meegaan. Andere kant, je moet toch ook zo reëel zijn. Zeggen, ja, het gebeurde toen. En mensen die stonden nu nog voor die geschiedenis die wij hebben. En ja, achteraf kun je natuurlijk heel makkelijk reden. Dus daar moet je altijd proberen te laveren. Tussen begrip en toch oordelen. Ja, en waar zou je dan... Want we weten wel wat we begrijpen aan hem, hè? Dus... Ja. Het is een man van de maatschappij geweest die veel voor mensen heeft betekend. Anderen heeft gesteund. Ja. Een oliemannetje. Een people's manager noem je hem ook. Ja. Dat was echt zijn...
grote eigenschap als ondernemer. Hij was een mensenmens. Ja. Wist mensen te motiveren en te herkennen. Dus dat is heel mooi. Maar waar had je dan een oordeelsgevoel? Of denk je van, dit is gewoon een hele sympathieke man? Nee. Voor mij heeft hij ook in andere opzichten wat betekend. En dan trekken we even weer de vergelijking met Abraham Kuyper en die seinpostaffaire. Met de Savon in Lohman. Ja, die gewoon zeg maar op een achterbakse manier de laan uitgestuurd werd. Mm. Toen had Hovi een brief geschreven aan Kuyper van nou, verschrikkelijk hoe je dat kunt doen. En toen had Kuyper aan zijn vrouw geschreven. Ja, die Hovi die begrijpt er helemaal niets van. Hij begrijpt niets van beginselen. En dat is dus het doel heiligt de middelen. Dat is dan zo'n ideoloog als Kuyper is. Mm. Nou ja, jammer, we gehakt worden van een spaarder, dit en dat. En voor mij, en dat vind ik voor mij persoonlijk heel belangrijk, Hovi heeft dat als ware omgekeerd. Hij heeft gezegd, de middelen heiligen het doel. Ik heb wel een doel, hij had natuurlijk dat doel van die herkerstening. Maar ik moet dat altijd via mensen doen. Ja. Niet via ideeën. En nou ja, dat is ook voor mij heel belangrijk, want ik ben dan in die zin een anti-ideologisch denker. Je moet je idealen hebben, maar mogen nooit verworden tot ideologieën. Hmm. En daarvoor is Hovi heel erg belangrijk voor mij. Ja, mooi gezegd. Ja. Wat ik ook, heel mooi gezegd, was eigenlijk een heel ethisch man. Ja. Ja. Wat ik ook heel interessant vond, echt interessant, is dat jij met behulp van verschillende co-onderzoekers... Ja. Laat zien hoe in dat bedrijf op een gegeven moment de aandeelhouders, vaak familieleden, zo machtig worden dat hij heel veel dividend moet betalen. En dat bedrijf eigenlijk beladen is met schulden. Ja. En een van de redenen waarom het bedrijf in elkaar zakt, los van dat hij geen volg- en opvolger heeft, geen zoon die het overneemt. Nee. Een belangrijke reden lijkt toch te zijn dat het aandeelhouderskapitalisme dit bedrijf parten heeft gespeeld. Ja. En dat er gewoon niet genoeg winst wordt gemaakt om te investeren. Nee. En dat eigenlijk, als je het vergelijkt met bedrijven van toen, bij bijvoorbeeld Heineken, dat daar minder speelde. Dus dat het echt ook gebukt ging onder zijn eigen schulden, dit bedrijf. Ja, uiteindelijk wel. Ja, en dat vond ik toch heel apart om te lezen, ook omdat het dus zo'n sociale bewogen ondernemer is. Ja, ja. Ja, die dan toch klem komt in die financiële structuren. Ja, ja. En daar eigenlijk niet meer uitkomt. Nee, dat heeft Ariëtte Dekker heel mooi uitgezocht. Ja, Ariëtte Dekker, ja. Ja, die heeft zeg maar de bedrijfshistorische aspecten heeft die onderzocht. En dan zie je heel duidelijk, eigenlijk was Hovi tot grote hoogte toch maar een zetbaas van zijn familie. Hij kon op zeg maar bedrijfsmatig niveau kon die een heleboel beslissen. Maar als er dan weer geïnvesteerd moest worden in, zeg maar een nieuwe ijsmachine of een nieuwe kelder of een nieuwe dit of dat, dan had hij altijd zijn familieleden van de familie Volhoven, die hadden nog een groot aandeel in het bedrijf. En die zeiden, wij leven ervan, dus wij willen een hoog dividend. Geef dan maar geen aandelen uit, want dan verwater de boel. Maar ga maar lenen op de markt. Ja. En dus op een bepaald moment dan kan dat als het goed gaat. Maar na de Eerste Wereldoorlog ging dat gewoon veel minder met het brouwbedrijf. Ja, dan is zo'n firma beladen met schulden. En die moeten wel afbetaald worden. Aandeelhouders kun je nog een poosje parkeren natuurlijk. Ja, ja. Rolf, we zijn aan het einde gekomen. Oh, nu al. We hebben in ieder geval heel veel geleerd over Willem Hovi. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen hem niet kenden. Tenzij je wat meer van Kuyper kent. Ja, kijk ook het gesprek op de Nieuwe Wereld over de biografie van Johan Snel. Ja. Die kun je zo terugvinden op YouTube. En die Hovi, dat was dus eigenlijk de tweede man naast Kuyper. Maar zelf ook een grote persoonlijkheid in de economie van toen. Hij brouwde bier en een paar jongens uit Amsterdam die hebben dus geprobeerd om wat van die bieren opnieuw te brouwen. Dat gaat heel goed. Dat bedrijf heet Poesjeat en Kater. Wij gaan lekker Poesjeat en Kater bier drinken. Ja, zonder meer. En dat gaan we nu doen. Oké. Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.